de opnamestudio. En nou, misschien is het wel leuk om daar eens even iets over te vertellen over die opnamestudio. Want we zitten natuurlijk aan de kant ook waar dan het meeste gebeurt met die opnamestudio. Mengtafel, randapparatuur en zo allemaal. En dan moet je je eigenlijk voorstellen dat er, als een muzikant hier een bandje of zo komen opnemen, dan nemen we dat eigenlijk min of meer iedere keer per onderdeel op. Alle instrumenten apart, zang apart, dus alles wat er op voorkomt wordt apart gedaan. Ja, bijvoorbeeld we beginnen met een gemiddelde popband. Dan beginnen we eens met in de andere ruimte een drumstel op te stellen. Microfoon te voorzien van microfoons. En vaak staat dat de drummer en de bassist aan die kant te spelen. De rest van de muzikanten die spelen hier wat mee. Je neemt de drums op, je neemt de bas op. Vervolgens is dat klaar. Je haalt alles weg daar. De ruimte is weer leeg. Gitarist neemt plaats in die ruimte. Ja, ja. Speelt vervolgens dan officieel zijn partij in. Die is weer klaar. Andere gitarist of andere toetsenist. Of dat. En zo kom je laag voor laag. Je ziet het ook al een beetje hier. Laag voor laag kom je dan op een gegeven moment dat er alle sporen bij elkaar komen. En op een gegeven moment ga je dat mixen. En dan komt er een leuk cd'tje uit. Dus als wij een cd horen, dat is niet zo gauw even met de hele band opgenomen. Maar daar ben je hoe lang mee bezig? Ja, soms wel schrikbarend lang hoor. Het gebeurt wel vaker dat je voor een cd'tje van, laat ik zeggen, 20 minuten, dat je 60 uur mee bezig bent geweest. Dus, ja, wij kennen dat natuurlijk van de cameramensen die moeten monteren voor 3 minuten. Hè, iets dat je 2 avonden bezig bent. Wat voor opleiding heb je dat je dit allemaal kunt? Voor het opnamegebeuren heb ik eigenlijk geen echte opleiding. Ik heb geen diploma, zal ik maar zeggen. Ik heb dit wel een beetje min of meer geleerd door heel veel afkijken van anderen. Conservatorium heb ik wel een beetje een opleiding gevolgd bij een zeker Peter Hofland. Die had een studio daar een beetje ingericht. Daar heb ik al wel een aantal dingen van opgestoken. Maar ik heb altijd wel een beetje het geluk gehad om met een heleboel mensen altijd mee te mogen en te kunnen. En ja, je komt heel veel dingen tegen. Ik heb cd-producties gezien van onder andere Karel de Wijze. Zo. Nou, dan mocht hij dan in feite een kijkje in de keuken nemen. Je praat met die technici en zo allemaal. Op een gegeven moment ga je zelf experimenteren. En ja, op een gegeven moment dan begin je het wel een beetje door te krijgen. Maar je blijft leren hoor. Ik bedoel, welke instrumenten bespeel je zelf? Een beetje alles waar een toets op zit. Dus keyboards, piano, orgel, dat zijn natuurlijk de meest bekende. Akkoorden zit ook al toetsen op, maar dat is maar een beetje zo zal ik maar zeggen. Dat is wel leuk voor een bandje om ons ding even erbij te trekken of zo. Maar voor de rest toetsinstrumenten. Een beetje slagwerk, maar dan moet je meer zien dat ik dat doe in de soort begeleidende zin van als ik een popworkshop heb als popdocent. En dan kan ik tegen zo'n drummer zeggen van nou, ik wil eigenlijk dit. En als je dat niet begrijpt, kan ik het door de regel wel voordoen. Basgitaar ook wel wat, maar ongeveer dezelfde trend eigenlijk. Dus dat zijn niet echt instrumenten waar ik mee echt grote dingen doe, zal ik maar zeggen.